Toen de smerige verhalen over Thijs Römer bekend werden, heeft Igone de Jongh, logischerwijs, eieren voor haar geld gekozen en heeft ze die friek verlaten. In januari 2023 maakte ze de relatiebreuk wereldkundig. Met een zwaar hart heb ik besloten mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen, deelde ze op Instagram. Na de breuk waren er nog even geruchten over een eventuele verzoening tussen het voormalig stel. Zo bracht juist Chantal destijds een opmerkelijk nieuwtje op Instagram. Igone heeft gisteren Katja Schuurman gefeliciteerd vanuit haar en Thijs Römer, terwijl ze een paar weken geleden bekend heeft gemaakt dat ze uit elkaar zijn. Zou dit net zoals bij Linda enkel voor de bühne zijn? Schreef juist Chantal. De ex-vrouw van Thijs heeft een bijzonder bericht gedeeld op haar Instagram-verhaal. Love does not leave you traumatized. Whatever happened to you was not love, deelt ze. Deze tekst is helemaal bijzonder gezien haar uitspraken enkele maanden geleden. Ik moet in ieder geval niet denken aan een nieuwe relatie. Alleen al de gedachte aan een relatie met iemand vind ik doodeng. En ik vraag mij af of ik ooit weer iemand ga vertrouwen en mij vrij kan voelen bij een ander, vertelde ze toen nog. Blijkbaar is haar liefdesleven nog niet wat ze ervan had verwacht als 44-jarige. Nu is het ook niet onlogisch dat een ex van Thijs Römer moeite heeft om haar liefdesleven nieuw leven in te blazen. De gedachte dat je toenmalige man bezig was met een minderjarig meisje is misselijkmakend voor de betreffende partner. Gelukkig is ze wel weg bij die ongelofelijke smeerlap, regelmatig blijven partner zo'n vent nog trouw ook. Linda de Mol is bijvoorbeeld nog altijd samen met die vieze Jeroen Riebergen.